Met Top in Town is ons doel om maatschappelijke projecten in Oss te ondersteunen. Wel op een hele intensieve manier, een sympathieke manier, want ja, Oss verdient dat. En als je dan een partner hebt in Hendricks Bouw en Ontwikkeling, die daar sowieso zijn spoor al in verdiend heeft de laatste jaren, en we kunnen dat samen met zo'n prachtige partner oppakken, ja, dan willen we dat natuurlijk graag als Top Oss zijn. Het is hartstikke goed dat een voetbalclub als Top en een bedrijf als Hendricks gewoon in de maatschappij staan en heel duidelijk merken van ja, we moeten iets terug doen voor die maatschappij. En dat is gewoon prachtig dat een voetbalclub zich dan inzet voor een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Voedselbank, maar ook wat andere organisaties en verenigingen daarin steunt. Elke thuiswedstrijd krijgen we 30 kaartjes tot onze klanten ook een keer naar een voetbalwedstrijd mogen. En er is ook al een afspraak gemaakt dat er in het voorjaar een keer een clinic voor de kinderen van de Voedselbank wordt gehouden door de spelers van Top. Dus allemaal hartstikke leuk. We leven allemaal maar één keer, ik ook. En ik vind het heel belangrijk om zo goed mogelijk in het leven te staan. En dat de mensen de kans krijgen om er zoveel mogelijk uit dat leven te halen. Dus dat betekent dat je sowieso ook inzet vanuit een soort maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen. Dus dat doe ik ook.